Welkom, ik ben Ruben Begonjen van de firma Kaap en dit is de 10e en laatste tutorial van het pakket Stonewalls in Shingles. In deze tutorial gaan we van alle eerder gemaakte onderdelen een samenstelling creëren. Hiervoor gaan we naar de ISO Assembly en bij de Parts Library gaan we naar de map waar al onze onderdelen geplaatst zijn. Het eerste onderdeel is de cabine en dit gaat eigenlijk fungeren als een part waar alle andere onderdelen vastgemaakt worden. Deze is zogenaamd geground. Dit is te zien aan het blauwe kleine icoontje in de feature tree. Vervolgens selecteren we in die parts library de stoomketel en slepen deze in de samenstelling. Wat we nu gaan doen is die twee onderdelen op elkaar relateren. Dit gebeurt met de zogenaamde assemble functie. Wanneer een part in de samenstelling wordt geladen, wordt normaal gesproken deze feature automatisch actief. We selecteren het platte vlak van de stoomketel en het platte vlak van de cabine. De eerste relatie is aangebracht. Vervolgens selecteren we de cilinder. Nou, zoals te zien is deze niet te selecteren, dus we gaan met de cursor daarboven staan. En wanneer we even wachten, verschijnt daar een klein icoontje met een muis. Wanneer we dan de rechte muisknop klikken, kunnen we dat eenvoudig dat feature selecteren. In dit geval is dat een cilinder. Deze leggen we gelijk met de cilinder van de cabine. En tenslotte leggen we de onderste vlakken met elkaar gelijk. Het feature wordt nu automatisch volledig zichtbaar. Dit betekent dus dat hij volledig geassembleerd is. Op dezelfde manier voegen we het tweede part toe en dat is de rookpijp. We selecteren de cilinder en leggen deze in de stoomketel. Vervolgens zorgen we ervoor dat er een lock rotation is, dus dat de rookpijp niet kan draaien. En op dezelfde manier als net bij de stoomketel selecteren we nu het vlak van de rookpijp. Deze leggen we gelijk met de hoogte van de stoomketel. Zoals te zien is deze dus volledig geassembleerd en wordt hij weer een kleur. Het volgende onderdeel wat in de samenstelling wordt geladen is de stuurbeugel. Het gat leggen we gelijk met de thread van de rookpijp. In dit geval hoeft het dus niet een lock rotation te zijn, omdat hij moet kunnen bewegen. En het toplane leggen we gelijk met het vlak van de rookpijp. Dit onderdeel moet dus kunnen bewegen, dus deze zullen we met select kunnen deactiveren. Uit Spot Library halen we vervolgens de vooras en de cilinder lijnen we uit met de cilinder van de stuurbeugel. Nu gaan we deze ten opzichte van elkaar in het midden positioneren. Met de functie select selecteren we de stuurbeugel, klikken op de rechter muisknop en klikken op Show Height Component. We selecteren nu de reference planes. Wat deze doen is eigenlijk de referentievlakken van dit onderdeel weergeven. Wanneer we nu de vooras selecteren en klikken op Assemble, kunnen we dat hier ook doen. Show Reference Planes. Met die referentievlakken kunnen we nu heel eenvoudig ervoor zorgen dat deze twee onderdelen altijd in het midden op elkaar zijn uitgelijnd. Wanneer dat gedaan is, kan er op select worden gedrukt en is te zien dat hij dus geassembleerd is. Wat nu nog niet gedaan is, is dat de vooras zogenaamd gelokt is aan de stuurbeugel. We selecteren dus weer de vooras en hier links onderin zien we de relatie die zijn aangebracht. De eerste relatie betreft de relatie van de rotatie. En op deze wijze kunnen we dus ook een zogenaamde locked rotation alsnog aan toepassen. Wanneer dat gedaan is, laten we dat reference plane van de stuurbeugel tijdelijk actief, omdat het volgende onderdeel er ook op gebaseerd wordt. Dit is namelijk de walshol. Eerst lijnen we die cilinders uit met de cilinder van de vooras. En vervolgens selecteren we op dezelfde manier als de vooras de reference planes en lijnen deze opnieuw uit. De walshol moet kunnen bewegen, dus twee relaties zijn hier genoeg zonder
toepast van een lock rotation. Op dit moment hebben we de reference planes niet meer nodig van de stuurbeugel, dus deze zetten we op dezelfde manier uit als dat we ze hebben aangezet. Het volgende onderdeel wat we gaan toevoegen is het dak. We slepen deze in de samenstelling, leggen eerst het onderste vlak gelijk met het bovenste vlak van de cabine. We selecteren hier weer de reference planes en zorgen dat het middenste plane gelijk komt te liggen met het base reference. Dit ligt immers in het midden van de cabine. Op dezelfde manier leggen we het middenvlak, het frontvlak, gelijk met het XZ vlak van de cabine. De achteras plaatsen we vervolgens ook op dezelfde type manier. Eerst leggen we de cilinders gelijk met elkaar. Vervolgens activeren we het reference plane, kiezen het middenste vlak en leggen deze gelijk met ons base reference plane. Ten slotte plaatsen we twee achterwielen. Het eerste achterwiel plaatsen we dus door de cilinders op elkaar te leggen. Met de functie flip kan eventueel worden gedraaid wanneer deze verkeerd omstaat. En vervolgens leggen we de binnenzijde van het achterwiel gelijk met het kleine nokje van de achteras. Wat we nu dus nog wel moeten doen, is het achterwiel weer een zogenaamde lock rotation geven. Op precies dezelfde manier voegen we nu nog een achterwiel toe. Hierbij geven we direct de lock rotation in het begin al aan. Een laatste relatie die toegevoegd moet worden betreft tussen de binnenzijde van het achterwiel en het kleine stukje van de achteras. Wanneer dit gedaan is, is de samenstelling klaar en kunnen de file properties worden ingevuld. Hiervoor gaan we naar Properties, File Properties. Bij Summary vullen we de titel Samenstelling in. De naam van het bedrijf of school kan worden ingevuld. Bij het tabblad Project vullen we documentnummer 3001 in, de revisie A en de projectnaam Stoomwals. De samenstelling kan nu worden opgeslagen. Dit doen we in dezelfde map als waar alle onderdelen zijn opgeslagen en slaan het bestand op onder de naam Stoomwals 3001 Samenstelling A. De venster kan nu worden afgesloten. Dit was de laatste tutorial van het pakket Stoomwals in Shingles. Wil je meer informatie over Solid Edge of de mogelijkheden bij Kaap? Kijk dan even op de website van Kaap, www.kaap.nl.